50. En de start is gevallen. Prachtig volle bak hier op het Victoria Park. En wat een mooie start voor Dwa Au coeur. En Rick Ebbingen, de favoriet, neemt gelijk de leiding. En dat is een koude kermis voor Dillinger-Gentiel. Maar we zien Misha Brouwer al kijken. En het lijkt erop dat hij dat plekje op de rug van de koploper gaat bemachtigen. Robin Bakker, hij probeert het wel, maar het lukt net niet. En Dillinger-Gentiel ligt er prachtig in. We zien vanaf de buitenzijde een tussensprint van paard nummer 16, Bandino Dupree. Heeft een goede start gekend, komt in het buitenste spoor naar voren. De stalgenoot, paard nummer 5, Disco Jet, die heeft een iets minder gelukkige positie. Die blijft daar wat hangen in het derde spoor. Alle paarden goed van start en we komen in de rechte lijn. En Daisy Paling kon zo dadelijk eens even bij haar collega vragen hoe we dit op gaan lossen. Ebbing heeft het gezien en uh, zal ongetwijfeld hier zeggen ga maar even, want dan ligt de stal 1 en 2. Het zijn dezelfde kleuren en er wordt niet moeilijk gedaan. En er komt de derde van de stal aan. Ja, nou wordt het wel even topoverleg. Het is net uh, de laatste van de maand. Even met z'n allen om de tafel. Hoe gaan we dit oplossen? Ik heb het idee dat Disco Jet toch het kind van de rekening gaat worden. Paarden gaan door de bocht op weg naar de overkant van de baan met aan kop van het veldband. Bondino Dupré. Tweede plaats daarachter dan die droit au coeur. Daarachter dillinger Santiel met de handen vol. Uh, Misha Brouwer. Buitenzijde Disco Jet. Aan de binnenzijde E.T. Du Loire, paard dat dus 16 over de afstand zou moeten kunnen lopen. Ja, en waar ik een ideetje had voor Holtjoe, um, gaat het nu niet helemaal gebeuren natuurlijk. Want wie had gedacht dat al zo vroeg droit au en Bondino Dupré de, de koers in hun greep zouden hebben? Het is een onmogelijk parcours voor Casadova d'Amour. Waarschijnlijk krijgt hij straks een spoor naast de koploper. Maar dit is onbegonnen werk. Paarden gaan op weg naar de verre linkerbocht. 19 de volgende tussentijd. En het is aan kop van het veld Bandino Dupree. Stal Engwerda in control. Tweede plaats dan voor paard nummer 3, au Keur. Eerste paard aan de buitenkant is nummer 5, Disco Jet. Daarachter volgt dan Dillinger Chantiel. Die moet hopen op ruimte. En achter Dillinger Chantiel hebben we dan aan de buitenzijde goed geplaatst, Casimaca. Drie dik komt Casanova Damour mee naar voren. Daarachter is er dan Bo Gaillard. En achter Bo Gaillard aan de binnenzijde, Bunker Duamel. Hoe komt hij daar nog weg? Verder weg hebben we dan het nummer 4. En dat is Dream Shibus die vandaag de gangen eronder heeft. Vanuit de start van het veld komt er wat reactie in het veld. Paard nummer 10, Angeur Verve, komt naar voren. Aan de binnenzijde ja, liggen er nog een paar paarden bij die het ook proberen. Uh, bijvoorbeeld paard nummer 14, paard met een eindsprint, Born to Run. Daarachter is het dan aan de wijde buitenzijde Jaap Fixen met Erwood Decageul Die gaat een uh, poging wagen. Toelichter toelichter We dichtbij. Werkende Woudzeil in het achterveld met zijn Bluey der En achter deze paarden dan ook nog een van de paarden ja, van, uh, uit de Belgische uh, stal. Um, dus gaan de deelnemers op weg naar de overkant van de baan. En het is een opgave daarvan van Casanova de Moer. Vooraan. Paard nummer 16, Bandino Dupree. Tweede plaats met de handen vol. Het wachten is op het moment dat Johan van der Wal zegt ga maar. En het antwoord is uh, daar. Daar gaat Ebbingen zo dadelijk naar het tweede spoor met de handen vol achter Droit-Au-Coeur. En die pakt dan gelijk zijn stalgenoot en eigenaarsgenoot aan. En lijkt op dit moment de overhand te nemen. Vanuit de start van het veld uh, loopt hij toch een uitstekende koers. Die nummer 10, Angeur Verve. Aan de binnenzijde nu dan toch de ruimte voor uh, Michel Brouwer achter zijn Dillinger Gentil. En die komt naar voren. Ook paard nummer 1 meldt zich nog in de frontlinie. ET Duluar kan belangrijk zijn voor de multi-Anvier. Paarden komen in de laatste rechte lijn en het is daar dat Daisy Paling toch echt alles uit de winkel haalt bij die Bandino Dupree. Aan de buitenzijde echter is het nu toch Doua Keur. die op Nederlandse bodem ongeslagen lijkt te blijven. Tenzij aan de wijde buitenzijde nog een aanval komt van Dillinger Gentiel. Maar die komt niet, het is Stal daar 1 en 2. De 3 wint voor de 16, dan de 6 en dan de 1 voorlopig.